Ja, ik heb ze allemaal weer gelezen. Al die reacties. En, ik bedoel, dan zeg ik wat over die rappers en die zangers. En dan komt me daar weer een reactie op mijn kanaal. Want ik denk bij mezelf, nou, die mensen die zullen toch niet mij volgen? En dat blijkt gewoon wel zo te zijn. En tegen die mensen zou ik nu al willen zeggen van, ga alsjeblieft weg van mijn kanaal. Volg mij nou niet. Als je dat soort rare gedachten hebt over wat ik gezegd heb. Want wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze bijvoorbeeld, ik ben het eens met die zangers. Ja, ik lees het maar af, want ik heb het allemaal maar opgeschreven. Ik ben het eens met die zangers. Oh ja, straks kom jij op de IC terecht. En dan? Hè? Ja, nou dan wil ik je horen. En trouwens, ga daar maar eens mee praten. Met mensen die daar werken op zo'n IC. Ik heb laatst zo iemand geïnterviewd, die Bart, kan je nog herinneren? Heb je gehoord hoe die vertelde over die ziekte en over de corona? En hoe moeilijk dat is en hoe zwaar dat is. Henk Vrezer van Sparta vertelde daar ook over. En dat het geen pretje is en dat het gewoon heel zwaar is. En mensen, die hebben mij geschreven, die nu na 4, 5, 6 maanden nog steeds last hebben van dat virus. En die gewoon niet kunnen ademen of gewoon slappe spieren hebben en gewoon nog steeds ziek zijn van die corona. En dan zeg je gewoon van, nou, ik vind het wel een goede actie van die zangers. Nee dus. En dan die halve... Helemaal niet. En dan die halve garen die maar zeggen van, dat is één grote scam. Wat nou grote scam? Hoe kom je daar nou bij? Kijk naar de kranten van vandaag. Die kranten die schreeuwen het uit. De besmettingen lopen op. De ziekenhuizen lopen weer vol. Ik bedoel, het is gewoon de tweede golf is aan de gang. En dat wordt dan gewoon ontkend. En dan zeggen ze tegen mij, je draait als een blad aan de boom. Hoe kom je daar nou bij? Ik heb altijd steeds hetzelfde beweerd. Hou je nou gewoon aan die 3 dingen. Gewoon 3 dingen moet je doen. En verder niks. En als je in een heel erg druk gebied komt met heel veel mensen, dan doe je slim mondkapje voor. Hé, dat is het. Gewoon, gezond verstand gebruiken. Dat is het enige wat ik steeds gezegd heb. Ik draai helemaal niet. En ik heb al gezegd, sommige maatregelen van het kabinet, die begrijp ik ook niet. Nee, maar dat is ook helemaal niet nodig. Laat gaan. Je hoeft het niet met alles eens te zijn. Gewoon hou je aan die basisregels en dat is hem. En dan zijn er gewoon weer een paar mensen die zeggen tegen mij, ja maar je bent een meeloper. Een meeloper met wat? Ik loop met niks mee. Ik heb altijd gewoon steeds hetzelfde beweerd. Klaar. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar jij wordt ervoor betaald. Elke keer maar weer komt dat terug. Ik word ervoor betaald. Oh ja? Ik heb al gezegd dat ik het met heel veel dingen van het kabinet niet eens ben. Dus wie betaalt mij dan? Hè? En dan heb je ook nog van die volgers die zeggen dat ik uit mijn nek sta te lullen. Nou ja, jongens, alsjeblieft. En ik zei het al aan het begin. Doe mij nou een lol. En blokkeer jezelf. Je hoeft niet eens te ontvolgen. Blokkeer jezelf. En ga in godsnaam van mijn kanaal af. Want ik wil gewoon positiviteit. En ik wil mensen met een gezond verstand die mij volgen. En die had ik graag iets meer gezien vandaag bij dat verhaaltje. Dus jongens, kom naar voren met je gezonde verstand en laat je horen.